Na een lange dag, na een prachtig Amsterdams buurtfilmfestival. Ik ben weer helemaal van onze stad gaan houden. We hebben alle hoeken en gaten gezien. Ik word er alleen maar gelukkig van. Dus ik zie niet alleen wat voor mensen er in die stad wonen, maar ook hoe ze worden gefilmd. Dat maakte het voor onze jury buitengewoon ingewikkeld. Zoveel verschillende films, zoveel soorten film. De prijs voor het beste fictiefilmpje gaat naar De Kleine Wereld van Michael Sambo. Michael Sambo, jij bent iemand die dus heeft besloten, ik ga gewoon films maken. Dit is alweer de vijfde film geweest. Het is fantastisch qua camerawerk. Je hebt hele mooie thema's uitgekozen, prachtige mensen bij elkaar gebracht. En dat allemaal bij elkaar heeft de jury eigenlijk besloten om jou de fictieprijs toe te kennen. Ja, Oké, dan is er nog een prijs in de categorie documentaire. En de titel van de film is Dien en Zien, zeg ik dat goed? Die gewonnen heeft van Monique Keris. Ze hebben een film gemaakt die prachtig emotioneel is. Het gaat over liefde tussen twee mensen die niet vanzelfsprekend is. Een buurman en een hele oude buurvrouw. Het gaat over de grenzen van de leeftijden heen. Er zit enorme emotionele waarde in en ook een enorme levensvreugde in je film. En daarom hebben wij gekozen om jouw film, de beste documentaire van het Buurtfilmfestival 2017, in de OBA toe te geven. Ook nog een waardecheck ter waarde van €300. Oké, en dan is er nog een derde prijs voor reportage. En daarbij is de keus gevallen op een bijzondere duizendpoot- en filmliefhebber. Weten we dan al over wie het gaat? Ze staat hier achter de camera. Ze heeft geen tijd voor prijzen namelijk. Haar naam is Elena. Kan je daar voor horen komen? Van harte gefeliciteerd. En ook voor jou de waardecheck ter waarde van €300. Nou, de contrabas hebben we natuurlijk nu allemaal vanavond gezien. Jullie hebben allemaal gezien hoe mooi dat was en hoe ze gewoon doorgaat met filmen terwijl je denkt, nu moet je stoppen. En dan gebeurt er nog iets. En dat doorgaan, je mag nooit stoppen natuurlijk. Dus vandaar ook deze prijs. Dankjewel. Ga door. En fantastisch wat je hebt laten zien. En jij heel erg bedankt voor je enthousiasme en voor dat je alles ook weer opneemt. Oké, en dan de publieksprijs. Het is 365 dagen de Javastraat. Gefeliciteerd. Van harte. Het is een erkenning van jullie dat jullie mij, dat ik het ook dit mag verdienen. Ik zeg, nou, dank jullie wel. Mooi. Die gaat met mijn team. Die ga je even lekker uit eten of zo. Ja, leuk. Oké.